Ja, hi. Leuk dat jullie weer kijken naar het vlog van de kindercorrespondent met Zwarte Piet. Nou, het gaat niet over Zwarte Piet, want dat hebben jullie woensdag natuurlijk al gezien. Maar wat een week was het, jongens. We zijn in Brussel geweest, we zijn in Amsterdam geweest, we zijn overal geweest. En we hebben een prijs gewonnen. Zoals je ziet, dit is Taco. Ja, hi, Taco hallo. Taco Ritveld. Ja, dag. Hij heeft bij Jeusd nou gezeten. Ja. En ik ben heel tof dat hij hier is. In de klas. Mag ik een handje? Tuurlijk mag jij een hand. Een box. Hey. Box, ja, heel goed. Brussel is eigenlijk maar een uurtje, van Rotterdam naar Brussel. 1 uur, sta je gewoon hier. Op naar de afspraak. We zijn nu in de metro van Brussel. En er zijn hier dus allemaal bewakers met leren en zo. Nou, meer Brussels dan dit wordt het niet, zeg. De Europese Commissie, de plek waar alle ministers en zo aan het vergaderen zijn over belangrijke zaken in de Europese Unie. En heel veel wordt hier over kinderen gepraat, maar veel te weinig met kinderen. Nou, en daar is dan de kindercorrespondent om te vertellen waarom het zo belangrijk is om ook naar de mening van kinderen te luisteren. Daarover hier gekletst in Brussel. En wie weet wat daar allemaal uit gaat volgen. Spannend. Je ziet het wel een klein beetje aan me. Ik ben echt ongelooflijk moe. Dus de hele dag Engels praten, Frans praten, een beetje Nederlands praten, maar vooral dus allemaal andere talen. En nou ja, het is nu bedtijd. En het was een fantastische dag. En goed om al deze mensen hier te komen. Ja, er gebeurt heel veel. Ik ben hier vandaag in de Beste Unie in Amsterdam. Want daar is de debatbattle van het vrije woord. Er komen hier al allemaal mensen en jongeren binnen. En we gaan met z'n allen debatteren. Want debatteren kun je leren. Oneens, want ik vind dat je niet alles moet geloven wat je ziet op het internet. En dat je ook eigenlijk zelfstandig moet zijn. En niet aan andere mensen denken. Ja, maar dat komt helemaal goed. We zijn hier bij de hogeschool in Leiden. Van Amsterdam naar Leiden naar Brussel. Het gaat allemaal net zo makkelijk. En hier is Lou Jane. En Kozai zeg ik goed, hè? Ja, Lou Jane die kennen we natuurlijk al heel goed. Maar Kozai ken ik nog niet. En Veras? Vader van Kozai en Lou Jane. Waar zijn jullie geboren? In Syrië. En waar wonen jullie nu? Nederland. De prijsuitreiking van de Nationale Hulpprijs. Want we zijn genomineerd. De kindercorrespondent is genomineerd. Spannend, spannend. En er zijn heel veel stemmen uitgebracht. En er is een stemmenjury en een vakjury. Dus het is nog best spannend wie er nou uiteindelijk echt gewonnen heeft. Dus dat gaan we zo meteen hier binnen horen. En we zijn genomineerd, ja, omdat de kindercorrespondent natuurlijk zegt, we moeten meer naar kinderen luisteren. En ook naar kinderen die bijvoorbeeld hier als vluchteling naar Nederland gekomen zijn. Maar vluchteling vinden we een beetje een stom woord, hè, eigenlijk? Oh ja. 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 Waarom eigenlijk? Nou, ik wil niet vluchteling genoemd worden. Dat is het probleem eigenlijk. Precies. Nou, daar gaan we het over hebben. En als het goed is, gaan we daar veel meer van horen als we de prijs winnen natuurlijk. Het is heel serieus. En dus die allemaal grote mensen en volwassenen. En Lou Jane, we zijn de enige kinderen. We hebben gewonnen! We staan net op het podium hier. En wat vinden we daarvan? Eigenlijk heel leuk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik al helemaal niet. Want we waren dus prachtig. Woehoe. Wat nu? Ja, terug. Wat nu? Nee. Gaan we vloggen? Ja. Zou jij dan een van de vloggers willen worden? Ik ook. Ja. Zou je dat willen? En dan gaan we dus jouw verhaal laten vertellen. Over hoe het gaat en wat je allemaal meemaakt. En wat jij belangrijk vindt. En dan kan je heel erg je mening geven. Ja. Zou je dat willen? Waarom zouden ze meer naar het verhaal van kinderen moeten luisteren bijvoorbeeld? Omdat kinderen gewoon goed zijn. En ja, ik heb heel veel ideeën. Kinderen hebben ook ideeën. Niet alleen volwassenen. Volwassenen moeten dus ook naar kinderen luisteren. En ja, daarom moeten volwassenen naar kinderen luisteren. Want heel vaak luisteren volwassenen niet naar kinderen. We gaan vloggen. Hiep het piep. Hoera. Ja, we zijn hier met de prijs op basisschool Stap voor Stap in Elst. Want daar zit Lou Jane in de klas. Hallo klas!
Want ja, een eerste prijs, dat moet natuurlijk wel gevierd worden. En gevlogd, natuurlijk. Zo. Omroep Gelderland is nu Lou Jane aan het interviewen. Dus wij moeten even heel zachtjes zijn. En dit is dus precies waar het over gaat. De kinderen moeten hun verhaal vertellen. En het is zo vet dat dat dus steeds vaker gebeurt. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind dat ieder kind zichzelf mag zijn. Dus ook mensen uit verschillende landen. Ik vind het een goed idee. Want sommige mensen die zeggen dat vluchtelingen minder mensen zijn. Maar dat is niet zo. Ik vind dat alle mensen zich mogen uiten. En vluchtelingen hebben veel meegemaakt. Dus die kunnen daar veel vertellen. Die weten wat er allemaal gebeurt. En die hebben denk ik ook nare dingen meegemaakt. En ik vind dat ze dat gewoon allemaal mogen uiten. Alle vluchtelingen moeten gevoelens kunnen uiten in de wereld. Nou, ik vind het belangrijk dat vluchtelingen zichzelf kunnen zijn. En niet opeens omdat mensen er anders over denken dat ze veranderen van uiterlijk en van gedrag. Ik vind dat ze gewoon hunzelf moeten blijven en zijn. Ook goed, want dan kunnen mensen ook meer weten over wat vluchtelingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld zeggen ze dat ze slecht zijn, maar ze kennen ze geen eens. Nou, ik vind het heel goed dat jullie gaan vloggen, want sommige vluchtelingen durven zich niet te uiten. En door voor een camera te praten, dan zie je eigenlijk niet wie er naar je luistert. En dat is misschien fijner. Ja. En is het voor Zwarte Piet nog een beetje de hendel allemaal? Ja, ja, hele goede. Ja, goed te doen. Zijn jullie nog gediscrimineerd? Vandaag nog niet. Nee, echt alleen maar blije mensen die we vandaag... Blije mensen, geen discriminatie. Dat is heel goed. Daar zijn we blij om, hè. Nou, dat was het weer voor deze week. Volg de kindercorrespondent, volg de vlog. En volgende week meer. Doeg! Dag! Doeg!